Olympisch kampioen en ex-kankerpatiënt Maarten van der Weijden wil vanaf vandaag een nieuw wereldrecord gaan vestigen. Hij wil het record van de meeste fietskilometers verbeteren. Daarvoor moet hij in 7 dagen ruim 3500 kilometer zien weg te trappen. En dat moet allemaal op het megalandterrein in Landgraaf gebeuren. Ja, nou, ik hou van uitdagingen. En voor mij is het ook een training voor volgend jaar waar ik de Elfsteden Triathlon ga doen. Waar ik niet alleen 200 kilometer ga zwemmen, maar ook ga fietsen en ga lopen. Dat duurt ongeveer een week. En daarom ga ik nu ook een week fietsen. Waarom heb je gekozen voor Landgraaf? Hier ligt een fantastische baan, helemaal vlak. En helemaal geen ander verkeer. Dus ik kan me volledig focussen op het fietsen. En het mooie is ook, ik slaap hier ook in het Pinkpop Café. Dus als ik klaar ben met fietsen om 11 uur 's avonds, ik begin om 5 uur 's ochtends, eindig om 11 uur 's avonds, dan kan ik zo van de fiets in mijn bed en bijslapen.